Naast het woonzorgcentrum Mandana in de Stalenstraat was men samengekomen om kennis te maken met de woonruimte waarin ouderen dicht bij hun familie kunnen blijven wonen. Blij u hier bij Mandana te mogen verwelkomen. Toch wel een bijzonder project, denk ik, wat ons ook allemaal bezighoudt. En dat mensen die ouder worden, dat die zich af en toe wel de vraag stellen: en nu, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we daarmee om? Wie gaat voor mij zorgen? Waar ga ik naartoe? Hoe moet ik die oude dag doorkomen? En dat zijn veel vragen waar mensen, en dat weten we ook, denk ik, Schepen Goncada, er worden vaak vragen over gesteld. En dus daar zeggen we dan van, hoe kunnen we daarmee om dat ook effectief aan te pakken? Ik denk, als we vandaag hier staan, is dat ook vooral om te zeggen van, ja, wat zijn de modellen die we kunnen gebruiken? En dan ben ik ook wel fier en trots dat we uiteindelijk gezegd hebben in Genk met ons overlegplatform Impact Genk, hoe kunnen we ook iets betekenen daarin? Hoe kunnen we wat veranderen? En ik kijk ook even naar onze schepen van tewerkstelling. Sociale economie speelt daar een rol in, maar natuurlijk ook de andere economie speelt daar een rol in. En ik denk als we dat kunnen combineren, een lokale overheid, een zorgbedrijf, wat ook daarin een belangrijke rol neemt, maar ook wil nadenken over wat zijn die concepten. En eigenlijk hebben ze gezegd van, hoe brengen we het een en het ander bij elkaar? En ik denk dat dat belangrijk is. Het gaat niet alleen over een infrastructuur die we bij elkaar brengen, maar het gaat ook over welke diensten bied je daarbij aan, welke thuiszorgdiensten. Dat gaat van maaltijden tot natuurlijk thuisverpleging, tot andere ondersteunende diensten. En hoe kunnen we dat allemaal met elkaar verbinden? Ja, mijn bevoegdheidsdomein zijn we dagelijks bezig met de zorg en welzijn. Hè. En de vragen van, ja, hoe brengen we zorg naar de mensen? Hoe kunnen we zorgen dat ouderen langer in een vertrouwde omgeving kunnen blijven? Zijn toch wel dingen die regelmatig aan bod komen. Hè. Want ja, zorg wonen, dat is natuurlijk niet alleen het stedenbouwkundig gegeven. Maar hier het belangrijkste is denk ik toch wel de zorgrelatie, het sociale, het menselijke aspect. Dat men dicht bij huis, omringd door bekenden, toch kan verblijven en dat er een individuele zorg mogelijk wordt gemaakt. Hè. Want ja, we moeten blijven nadenken, denk ik, over een aanbod van ouderenzorg, uitbreiding, een diversiteit daarin. Want ja, iedereen weet, de vergrijzing neemt toe. Hè. Vandaag hebben wij in Genk 13.296 Genkse inwoners van 65 jaar en ouder. Dus dat is toch een heel belangrijk aandeel van onze inwoners. Hè. En zoals jullie ook allemaal weten, gaat dat aandeel, het aantal, gaat de komende jaren nog alleen maar stijgen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is. De mantelzorg wordt nog belangrijker. Ja, verscheidenheid in aanbod. Dat we eigenlijk verschillende voorzieningen voor onze mensen kunnen voorzien. Samenwerkingsverbanden blijven heel belangrijk. Onder andere ook impact vanuit Genk, waarvan een heel groot deel hier aanwezig is. Ik denk dat we daar blijvend aandacht aan moeten schenken. Dat wij ook de gepaste oplossingen voor onze Genkenaren kunnen blijven bieden. Hè. Wij zijn blij dat we hier vandaag de zorgunit kunnen voorstellen. We zijn eigenlijk met het zorgbedrijf actief in de werkgroep Impact in Genk. En dat is een werkgroep die eigenlijk zoekt naar combinaties tussen de zorg, tussen de sociale diensteconomie en tussen het bedrijfsleven om oplossingen te vinden, alternatieve oplossingen voor mensen met een zorgvraag. En we kennen natuurlijk de problemen die voor ons liggen, dat er toekomstgericht heel veel wat ouderen gaan bijkomen. In de volgende 3 decennia zal de babyboom van destijds eigenlijk allemaal zullen 80-plussers worden. Zullen heel wat mensen zijn die een zorgvraag hebben. Een vraag naar huisvesting, die niet alleen thuis kunnen wonen. En dan kunnen de woonzorgcentra niet alleen nog het antwoord bieden. En vandaar dat we als zorgbedrijf ook creatief hebben meegedacht in die werkgroep naar wat kunnen andere oplossingen zijn. We zijn dan in contact gekomen met een jong bedrijf uit Dendermonde, met Timmy. En Timmy had het idee om zorgunits te bouwen, maar wist niet goed hoe hij eraan moest beginnen en hoe hij het concept vorm kon geven. En we zijn dan samen hier in Genk op de campus Porta Vida aan tafel gaan zitten met zorgaanbieders uit de thuissituatie, Witgele Kruis, Familiehulp. En zijn eigenlijk tot het concept gekomen wat hier vandaag nu gerealiseerd en voorgesteld wordt. En een concept wat we hier eigenlijk een aantal jaren zullen laten staan, zodat mensen die vragen hebben rond een zorgunit, dat die ook effectief kunnen bezoeken, vooraleer er eentje thuis in de tuin te zetten. Want het is natuurlijk, het vraagt toch wel een kleine aanpassing in de tuin, maar die zijn beperkt. En het voordeel dat het hier staat, is dat we dat dan ook live kunnen laten zien, hoe de aansluitingen gebeuren, hoe ziet het
er nu van binnenuit? Hoe kan ik leven in de zorgunit? En dat is eigenlijk wat we willen bekomen. En zo creëren we eigenlijk meer differentiatie in mogelijke oplossingen voor een iemand met een zorgbehoefte die eigenlijk nog dicht bij de familie wil blijven wonen, maar dat in de woning niet kan lukken en dat we nu in de tuin een alternatief kunnen aanbieden. Nadien werd er nog even nagepraat over het project en het comfort van de woonunit zelf.